Er is een chronisch tekort aan ambtenaren. Daaraan openen veel Gelderse overheden deze week de deuren met een werkbelevingsweek. Zo kunnen belangstellenden zien wat het werken voor de overheid inhoudt. Het standaardbeeld van ambtenaren. Ze drinken de hele dag koffie en werken van 9 tot 5. En geen seconde langer. Met dat imago willen ze bij de gemeente Lingewaard graag afrekenen. Het zijn vooral de grappen die we nog op feestjes maken. Terwijl de andere kant, de mensen die hier werken, zijn een stuk jonger dan vroeger. Dynamisch. Er is al lang geen 9 tot 5 mentaliteit. Ons werk stopt ook niet na 5 uur. In het stadhuis van Nijmegen kijken belangstellenden wat de gemeente zoal doet. Als wij de vervanging van de openbare ruimte plannen, dus wegen, rioleringen en dergelijke, moet je ook gaan kijken, komt er misschien een warmtenet aan zetten? En moeten we meer biodiversiteit? Wil ik aardgas gaan aankoppelen? Wil ik klimaatmaatregelen gaan doen? Wil ik duurzaam zijn? Wil ik circulair zijn? De opgaven worden alleen maar complexer. Het valt niet mee om nieuwe competente mensen te vinden. Bij de overheid zie je dat we een aantal extra taken hebben gekregen. Ons werk is ook wat complexer geworden, waardoor we ook steeds meer mensen nodig hebben om dat werk te doen. Op het moment dat wij bijvoorbeeld iemand op universiteitsniveau vragen, dan mag je blij zijn dat een hbo'er binnenhaalt. En als je een hbo'er zoekt, mag je blij zijn dat je een ervaren mbo'er binnenhaalt. We hebben ook te maken met dat we in de komende 10 jaar best wat uitstroom hebben van mensen die met pensioen gaan. En dat moeten we allemaal opvullen.